Mark Bruintjes, 1-1 bij VVSB. Voelt dit als de 2 punten verloren? Ja, eigenlijk wel. En waarom? Ja, je bent denk ik, je hebt eerste helft bij de bovenliggende partij, tweede helft ook, je zakt iets meer in. Hun gaan beginnen met invallers, spelen iets meer druk, 4 voorop volgens mij, of gewoon iets meer druk, meer pompen. Maar alsnog, je hebt tweede helft nog steeds de grootste kansen die je niet maakt. Die ene van Jesse, ik weet niet hoe die er nu inging, maar dat is een raadsel. En ja, wat ik al zei, ik vond het terecht als ze hier met 3 punten van het veld liepen. Je komt na rust op voorsprong. Eerste helft ben je ook al een paar keer behoorlijk gevaarlijk uit vrije trappen. Van beide kanten, maar onder andere vanaf de keeper linkerkant dat jij ze neemt. Wat zijn de plannen bij die corners? Je ziet ook met Thomas, Betty gaat tweede paal staan. En ik wil hem eigenlijk, wat ik zelf wat leuk vind, fijn vind, en, is hem gewoon hard indraaien bij de keeper. En ja, als Iloba staat daar, Henny, dan zie je ervoor vliegen. Of bij Betty tweede paal, dan zie je dat hij er zo invalt. En dat lukt vandaag 1 keer. Dan kom je voorsprong. En langs de kant hadden we een beetje het gevoel van, en nu afmaken, want dat zat er in die fase wel in, denk ik. Ja, zeker. Nee. Het was eigenlijk eerder wachten tot wij de 2-0 maakten, totdat hun de 1-0 maakten. En dat komt gewoon door een persoonlijke fout, dat kan gebeuren. Is het doodzonde, maar ja, het is nog eenmaal zo. Dan moeten we maar mee leven. Ja, en dan is het nog wel een kwartier of 20 minuten te spelen. Wat was het plan in die slotfase? Ja, dan ga je toch meer pompen. Ga je meer berries zoeken. Of het slim is, ja. Ik kom nog wel tot wat kansjes. Misschien hadden we ook wat beter meer kunnen uitspelen in voetballen. Misschien komen er nog meer kansen, maar dan moet je, ja, dat is de keuze die we maken. Maar ja, we zijn nog wel ongeslagen, dus wat positief bekijken. Ja, jij kijkt positief, maar ik heb de indruk dat iedereen toch wel een beetje baalt van dat. Komt ook omdat je eerst voorstaat natuurlijk. Dat je hier niet met 3 punten vandaag gaat. Nee, tuurlijk. Als je zo kijkt naar die goal. En ze hebben nog wat kleine kansjes gehad. Maar niet dat je echt denkt 100% klansen. Dus je geeft weinig weg. Je staat goed. En dan zo'n persoonlijke fout. Ja, dat is gewoon kut. Vond je deze video leuk? Vergeet dan niet om duimpje te klikken. En ons te abonneren op ons kanaal. Vergeet niet de melding aan te zetten. Dan mis je nooit meer een van onze video's. Bam. Prima.